Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, ik ga even weg. Ik moet eventjes een boodschapje doen. En ik neem de camera mee. Dus het wordt een car vlog vandaag. Ik ga even naar Middel Harness, moet even wat ophalen. En dan, ik spreek jullie dadelijk wel weer als ik in de auto ben. Hè. Ik ga even mijn spullen pakken. En dan gaan we even de auto in. Zo, nou en daar rijden we dan. We zijn onderweg naar Hellevoetsluis. Ik ga via Hellevoetsluis en dan net voor Hellevoetsluis ga ik de hoek om. En dan neem ik de N57. Hoe is het met mij? Nou, ik word alleen maar zieker en zieker. Ik voel mij echt al een paar dagen niet lekker. En ik hoop echt dat, dat het snel oplost. Ik begin echt... Nou ook last van mijn keel te krijgen, hoesten heel erg. Het is eigenlijk begonnen met een neus die verstopt was. En, Slaan linksaf naar Kanaaldijkwest. Kanaaldijkwest moet ik heen. Echt klote balen is het. Maar goed, ik hoop dat het in ieder geval dat ik weer voor vrijdag weer beter ben. Ik ben wel weer gewoon gaan werken, dat wel. En het is echt ontzettend warm. Daar ben ik weg. Het is echt ontzettend warm. Het is echt lekker. Het is niet meer zo benauwd natuurlijk. Maar het is gewoon lekker. Lekker is het. Gewoon een t-shirtje. Wel een lange broek, maar wel een t-shirtje aan. En ik voel me echt de laatste paar dagen. Het wordt alleen maar erger en erger. Ik stond vanmorgen stond ik op om naar mijn werk te gaan. Nou, echt vreselijk pijn in mijn keel en zo. Ik ben toch gaan werken. Dus ja, het begon zaterdag eigenlijk al. Toen had ik al zoiets van, nou, zo doorgaat, dan word ik dadelijk nog ziek ook. En het is alleen maar erger geworden. Dus, maar we rijden in ieder geval over hier op het kanaal. Richting Hellevoet. En dan moet ik nog een kilometer of 33 moet ik nou nog rijden. En dan ben ik op mijn plek van mijn bestemming. Ik ga even wat ophalen. En ik denk, ik neem jullie eens even mee naar een leuke carvlog. Hè? Een leuke carvlog, je mag hier 80, dus ik moet even wat gas even terugnemen. Ik denk, ja, even leuk, even carvlogje tussendoor. Moet kunnen. Ja, Middel Harness, jullie hebben het vorig jaar gezien, daar had ik al een keer een vlog gemaakt. Daar is niet echt veel te beleven. Het is echt best echt een saai stadje is het. Een saai dorpje. Je hebt eigenlijk Middel Harness en je hebt Sommelsdijk. Maar ja, wat nou Sommelsdijk is en wat nou Middel Harness is, ik word daar nooit echt wijzer van. Omdat het ligt allemaal zo dicht tegen elkaar aan. En volgens mij kan je, ik heb het in ieder geval nog nooit gezien, dat je borden ziet van nu ga je Middel Harness in of nu ga je Sommelsdijk in. Dus het is echt heel, heel apart. Maar het is een klein, het zijn allemaal van die kleine gruggies. Het is in Goeree-Overflakkee is het. Allemaal zo christelijk als de pest. Op zondag niet je auto wassen, niet te wassen, niet te wassen. Uithangen, niet werken en vooral je auto niet wassen en zo. Zijn ze ontzettend, worden ze ontzettend kwaad om daar in die omgeving. Dus ik heb verder even veel meer te melden. Ik moet wel even opletten dat ik niet te hard rijd, want ik trap nog wel aardig mijn gaspedaaltje in. En over 1,5 kilometer dan moet ik de afslag pakken. Richting de N57. Nieuwbouwwijk van Hellevoet, Ravenshoek is dat. Heb je ook nog een of andere leuke klein parkje met een oud vliegtuig en zo'n oude rakettending en allemaal dino's en zo. Dino World, zo weet ik hoe het heet. Ik weet niet meer hoe het heet. Kan mij het allemaal verrotten. Maar dat heb je hier ook. Daar rijd ik telkens langs. Ik kan niet even de camera bedienen. Omdat ik tegelijkertijd aan het rijden ben en handsfree bellen en met je camera bezig zijn, dat wordt echt heel zwaar bestraft. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik ga blijf lekker met mijn handen van de camera af. En we gaan gewoon even een stukje rijden, jongens.
En van zo lang zoals leven. Ja, even stellen, even mijn raam een stukje open, dat je een beetje lekker frisse lucht hebt. En gas er maar met dat ding, hè. Het begint al wel aardig donker te worden ook al. Ja, het is nou een beetje, ja, de zon is weg. En het begint nou wel wat frisser te worden. Ik heb ook geen jas bij me, helemaal niks. Sta bij het verkeerslicht rechtsaf. Nou ga ik niet meer de harnas in om daar wat te gaan doen of zo. Ik ga alleen even wat ophalen en dan ga ik weer terug. De nieuwe weg, daar moet ik wezen. Dus, vandaar. Terwijl ik heel erg raar werd aangekeken word. Van, wat staat hij nou te doen? Staat hij te lullen daar zo? Ja, ik sta te lullen. Ze weten alleen niet dat ik een camera heb. Want de camera die heb ik op mijn dashboard gezet. Bij mijn kilometer teller en zo. Ze kunnen niet zien dat ik een camera heb. Dus ze zijn allemaal aan het... ze denken allemaal... ze kunnen de camera niet zien. De eerste afslag naar Nieuwegen. Ze denken allemaal dat ik mobiel aan het bellen ben. Dus... laat ze maar denken, laat ze maar lullen, laat ze maar praten. Kijk, hier heb je al. Ik kan nog even snel steeds zien. Zie je? En ga ik hem weer neerleggen, want ik ga nog even rijden. Doei! Zo, nou daar ben ik weer. Ik ben eigenlijk stom geweest. Ik had eigenlijk niks te drinken meegenomen. Dus ik zit nou de hele rit zit ik zonder drinken. Maar goed, ik ben in ieder geval langs geweest. En ik ga nu weer richting huis. Ik ben op de donkere weg. Nou, het begint al aardig donker te worden. Dus dat klopt wel heel ongeveer. In Middelharnis ben ik inmiddels. Dus wat is de omgeving? Nou, dit niet veel echt. Dat je zegt van nou, wow, dit is zeer boeiende, nuttige informatie vanuit Middelharnis. Dan niet. Maar ik vond het een beetje awkward om voor de deur gelijk die camera te pakken en weer in de auto te gaan filmen. Dus ik heb hem iets een stukje verderop gezet. En we gaan zo weer onderweg, jongens. We gaan zo weer terug richting Spijkenisse. Terwijl er weer eentje heel hard met me aan zit te kijken van... wat is die gozer nou aan het doen? Hij staat te filmen daar zo. Nee hoor, ik heb de camera netjes onder het stuur gezet. Dus, wat is hier verder te doen? Ja, geen hol. Het is echt een saai dorp. Ik zou hier echt... Het is dat ik hier even heen moest... Maar ik zou hier niet doodgevonden willen worden. Echt niet. Ik zou hier echt niet willen wonen hier. Meid stil, meid saai. Er is echt geen hol. En het is echt... het begint al donker te worden. Het is avond natuurlijk. En dan is het nog dooier. Ik was een keertje op een zaterdagmiddag was ik hier. Die vlog hebben jullie toen gezien. Toen was ik hier zaterdag overdag. Toen was het al dood. En het is nou avond... En het is nog eigenlijk dooier dan dat het dood is. Dus het is gewoon, je wil hier niet doodgevonden worden. Laat ik het zo maar zeggen. Nou, ik moet hier eigenlijk rechtdoor. Maar dat gaat weer niet. Want er is weer een wegafsluiting. Doorgaand verkeer, rijweg gestremd. Fantastisch, hè. Oh, fantastisch. Ik ben er zo blij mee. Dus ik denk dat ik hier maar even de donkere weg in rij. En dat ik dan maar weer... dan ga ik maar weer terugrijden, want hoor eens, helemaal niks. Dus want er is hier helemaal geen hol te blijven. Nou kijk, ik moet nog 45 kilometer weer terugrijden. Dit is het stationsweg, de westelijke achterweg. Daar ben ik momenteel volgens mij ergens. Terwijl er volgens mij een of andere lift open gaat. Oh nee, de raam gaat dicht. Dus ik ga weer terugrijden en ik zal even zo de camera de andere kant op zetten, dat jullie nog een stukje van de terugweg zien. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Ja, het is niet veel hier. Het is nog een saai gerucht hier. Er is toch geen hol te beleven. Terwijl er eentje haast op me in wil rijden volgens mij met de fietsie. Ga gewoon weg. Dus vandaar. Nou, ik ga er vandoor, hè. Ik ga denk ik even rijden. Dus ik vind het wel weer best hier. Het is een saai teringdorp hier. Toeke! Oh, sorry hoor. De vrouw die meid die me net voorbij fietsen zit nou heel awkward naar me te kijken. Toeke! Dus...
heb er gewoon schijt aan. Ik ga gewoon filmen. Ik heb er gewoon schijt aan. Ik ben gewoon zo gek als een deur. Ze zal wel denken, wat een mafkees is dat. Nou, ze hebben groot gelijk. Want dat ben ik ook. Ik ga hem weer even neerleggen, jongens. En dan kunnen jullie nog even wat beelden van de terugweg. Ja, ik heb verder niet veel te vertellen. Dus misschien is het wel even leuk om wat beelden te laten zien van de terugweg. Tot dadelijk. Doei! Nou, inmiddels zijn we alweer een dagje verder. En dan denken jullie, een dag verder? Ja, ik ben eigenlijk gisteravond, toen ik dus naar Middelharnis ben geweest, ben ik eigenlijk in slaap gevallen, thuisgekomen, in slaap gevallen. En ik had eigenlijk geen puff meer en ik was te moe om nog de outro op te nemen. Dus ik neem nu even de outro even op. Ik sluit bij deze ook gelijk de vlog af. En ja, ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk gevonden hebben. Even een klein tripje naar Middelharnis. En ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. Beloon het filmpje even met een duimpje omhoog. Dat zou ik echt ontzettend tof vinden. En ik zou zeggen tot de volgende vlog maar weer, jongens. Doe het duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex op mijn kanaal. De groetjes allemaal en ik zou zeggen, bye!